Paarden gaan de rechterlijn overzijde in en daar leidt Hegewa de Boulay. El Greco aan de buitenkant komt dichterbij. Daarachter Hardy Mokerson, die het moeilijk heeft aan de binnenkant. Wordt aan de buitenkant gepasseerd door Gaelic de Vandel. Maar die kan op zijn beurt de rug van Schoonhoven weer niet houden. 13-5 de tussentijd. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Espresso Doppio vindt een soort van tweede adem. En die komt nu aan de buitenkant opzetten. Gaat zomaar door naar plaats 4. Galoppade daar van Gaelic de Vandel. Uitgeschakeld nummer 3 galop en onregelmatig. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda bocht. En daar leidt Hegewa de Boulay. Hegewa de Boulay, El Greco is de enige die in de buurt kan blijven. Espresso Doppio loopt een hele beste koers. En Hardy Mokerson ligt nu vierde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Krebas die er 2 achter elkaar wint. Dat hebben we lang niet gezien, maar het gaat wel gebeuren. Krebas op weg naar de streep met Hegewa de Boulay. Hegewa de Boulay, paar lengte voorsprong. Daarachter plek 2 voor El Greco. Espresso Doppio komt dichterbij. 13-2, de laatste 500 meter. En Bas is binnen. Hegewa de Boulay wint. Tweede is El Greco. En derde geweldig gelopen. Espresso Doppio. Tijd voor de winnaar. 1:15:06. Uitslag in cijfers, dames en heren. 8-5-1, dan de 4 en dan de 2. 8-5-1, 4-2, daar is Bas Krebas met zijn winnaar, Hegewa de Boulay. We zitten van stal PD, we zien Peter Delers er ook bij. En Bas Krebas is de trainer en de rijder. Winnende tijd was 1:15:06. Twee keer achter elkaar Bas Krebas, het was voor het laatst in 1934. Geef hem een applaus, Bas Krebas. De beloofde rustige start voor Espresso Doppio en een galoppade van start af voor Gadget Rapide. Hij doet hetzelfde als de laatste keer en hij verliest weer veel terrein. En de leiding wordt genomen door Hegewa de Boulay. Uitgeschakeld nummer 7 galop. Zonder Gadget Rapide gaat het door en de leiding is in handen van Hegewa de Boulay. Daarachter op de tweede plaats Hardy Mokerson. Derde is Falco du Vif. En aansluiting is er nu ook voor El Greco. Een paar lengte daarachter Gaelic de Vandel. En de rustig begonnen Espresso Doppio moet ook even op de tanden bijten. Maar dat gaatje is nog behoorlijk als de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune zijn met nog 2 ronden te gaan. De eerste tussentijd wordt neergezet door Bas Krebas en die luidt 1:14:04 en het is Hegewa de Boulay die leidt. Hegewa de Boulay, daarachter de kenmerkende loop van Hardy Mokerson. Die wordt dan gevolgd door Falco du Vif, dan El Greco, dan Gaelic de Vandel en dan komt ook Espresso Doppio in beeld. Ze gaan de paarden de rechterbocht in. Krebas bepaalt het tempo, dat deed hij de vorige koers ook en die won die. En het is Hegewa de Boulay, de favoriete, die als eerste de rechterlijn overzijde ingaat. Hegewa de Boulay, daarachter op de tweede plaats Hardy Mokerson, dan Falco du Vif. El Greco en Gaelic de Vandel verandert helemaal niets. Iedereen achter elkaar en de tweede tussentijd komt er ook aan. Het zal niet veel langzamer zijn, want Bas rijdt lekker 1 tempo. 18-7, eerste kilometer in de 1:17. En we gaan op weg naar de linkerbocht. Het gaat Stefan Schoonhoven te langzaam. Die komt nu aan de buitenkant naar voren met El Greco. En achter hem aan gaat Gaelic de Vandel. En zo wordt dat compacte veldje nog iets compacter. En één deelnemer ligt daar dan precies voor en dat is de 8, Hegewa de Boulay. Hegewa de Boulay, Hardy Mokerson, El Greco aan de buitenkant. Espresso Doppio gaat nu ook aansluiten. We hebben 6 paarden bij elkaar.
We hebben straks nog één volledige ronde te gaan. El Greco aan de buitenkant is dus op jacht naar de leider. Maar echt jagen doet hij nog niet. Hij komt langzaam dichterbij. En er komt weer de volgende tussentijd aan. 18-8. Pas rijdt een kilometer 18-7 tussendoor en gaat de laatste kilometer nu in. En Heguard de Boulay leidt. Heguard de Boulay, buitenkant daarnaast El Greco. Dan Hardy Mokoson en Gaelic de Vandel, die best een stukje speed heeft. Die ligt er heel mooi in. Dan Falco de Vief en daarachter Espresso Doppio. Nu is het tempo wel omhoog gegaan. Kun je vooral zien aan het feit dat Espresso Doppio nu weer moet lossen. Die was net aangesloten. Dus we gaan weer harder dan 1-18. De paarden gaan de rechte lijn overzijde in. En daar leidt Heguard de Boulay. El Greco aan de buitenkant komt dichterbij. Daarachter Hardy Mokoson die het moeilijk heeft aan de binnenkant. Wordt aan de buitenkant gepasseerd door Gaelic de Vandel. Maar die kan op zijn beurt de rug van Schoonhoven weer niet houden. 13-5 de tussentijd. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Espresso Doppio vindt een soort van tweede adem. En die komt nu aan de buitenkant opzetten. Gaat zomaar door naar plaats 4. Galoppade daar van Gaelic de Vandel. Uitgeschakeld nummer 3 galop en onregelmatig. Maar er zijn inmiddels halverwege de Tjarda bocht. En daar leidt Heguard de Boulay. Heguard de Boulay, El Greco is de enige die in de buurt kan blijven. Espresso Doppio loopt een hele beste koers. En Hardy Mokoson ligt nu vierde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Krebas die er twee achter elkaar wint. Dat hebben we lang niet gezien, maar het gaat wel gebeuren. Krebas op weg naar de streep met Heguard de Boulay. Heguard de Boulay, paar lengte voorsprong. Daarachter plek 2 voor El Greco. Espresso Doppio komt dichterbij. 13-2, de laatste 500 meter. En Bas is binnen. Heguard de Boulay wint. Tweede is El Greco. En derde geweldig gelopen. Espresso Doppio. Tijd voor de winnaar. 1:15:06.